Goedemorgen en welkom op de Equal Pay Day actie. Wij doen deze actie omdat er eigenlijk vandaag nog altijd een loonkloof is tussen vrouwen en mannen. In die zin dat vrouwen gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen. Nu, wat denken jullie? Wat is de grootste oorzaak van die loonkloof? Hebben jullie daar een idee over? Omdat dat ook heel van de vrouwen richt, dat is ook vrij laat. Allee, later dan loopt met mannen en zo, die daar een beetje te maken heeft. Uh-huh. Ja. Nog andere ideeën over het verschil tussen lonen in... De man moet zo altijd, ze zeggen toch altijd van ja, de man moet bloot op de plank liggen. Ja, dat is veel met stereotypen te maken heeft. Ja, clichés. Ja. Nu, jullie zijn zelf aan het studeren, maar ja. als jullie gaan werken, denken jullie dan evenveel te verdienen dan mannen? Of, ik hoop het. Okay. Maar los van de hoop, wat denken jullie? In de praktijk, gaan jullie evenveel verdienen of niet? Weet ik niet. Ja, ik heb er nooit echt over nagedacht. Dat is me nog nooit iets zo... Nee, dat is stil. Ja, dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. Zijn jullie van plan om voltijds te gaan werken als jullie dat hebben gestudeerd? Ja. Ja, toch wel. Ja. En dan nog een kleine bijvraag. Stel dat er dan kindjes aan gaat komen, zou dat iets verder dan dat voltijds werken? Of Ik denk dat ook niet. Misschien in het begin, als dat zo nieuw is, dan wel. Maar ik denk dat je daarna toch zo in stramien kunt komen, waarom dat dat wel. Ik hoop dat er daar ook wel een man bij is, dus dat wel lukt. Oké, goed. Dankjewel voor de tijd.